als een land opkomt zoals China, dan gebeurt er wat in de wereld. Dan beginnen andere landen zich daartegen verzetten. In dit geval Amerika als eerste, maar Europa ook. Want die wordt natuurlijk ook overspoeld met allemaal goedkope spullen uit China. Dat is wat je niet wil, die dumping. Dan vervolgens zie je dat als een land als China opkomt, lokale potentaten die pro-Chinees zijn, die pakken hun ruimte in de internationale betrekkingen. Nou, zo'n potentaat heet bijvoorbeeld Poetin. En die begint een oorlogje. We laten ook zien dat dit soort bewegingen in de internationale betrekkingen eigenlijk heel vaak zijn voorgekomen de afgelopen eeuwen. Oh, dus om ons helemaal niet druk te maken. Nou ja, het probleem is dat jawel. In de meeste gevallen oorlog ontstaat. Een beetje een jodversje wat hij nu doet. Hè? Ja. Luister, Amerika laat misschien Europa los. Hè. Trump gaat misschien dus die bijstandsclausule van de NAVO niet meer nakomen. Dat betekent dat Europa er alleen voor staat. Ja. Ik denk dat Europa decadent is en lui en vatsig. En dat betekent dat Poetin na de Oekraïne misschien wel doorgaat. Dat is wat erop en dan moeten wij het zelf oplossen. En dat doen we natuurlijk niet. Dan kijken we weg. Dat kunnen we niet eens. Dan kijken we weg met z'n allen. We kunnen het niet eens, zeg jij. Nee, we hebben natuurlijk gewoon onze defensie compleet verwaarloosd. We zijn een heel klein beetje, maar een mini beetje wakker geworden na de annexatie van de Krim in 2014. Dus er afgesproken om 2% van het BBP aan defensie te besteden. Nou, dat is een beetje gebeurd, maar ook niet echt. Nu eindelijk, 10 jaar na dato, begint het een beetje recht te trekken. Maar we weten ook inmiddels dat dat onvoldoende is. Ik ben ervan overtuigd dat als Trump aan de macht komt, dat hij begint te roepen dat we 3-6% aan onze defensie moeten gaan besteden. Nou, dat gaan we niet doen. Nee. Dus we komen in een situatie terecht waarin we, als Trump zich terugtrekt op een of andere manier, ervan uit mogen gaan dat het daarmee niet klaar is en dat Poetin doorgaat. Dat heeft hij ook, 2014 begon iedereen ook te zeggen, nou, dat hebben we gehad. Maar ondertussen in 2022 kwam er wel een nieuwe aanval van Poetin. Dus dan zullen ze nu ook weer zeggen, dat hebben we dan gehad. En dan vervolgens over een paar jaren begint de feest weer van voren af aan. En dan richt het zich tegen bijvoorbeeld de Baltische Staten. Toch wel gek, hè? Want als je het zo beschrijft, dommer kun je het niet doen eigenlijk, toch? Als je zo. Nee, ik vind ook dat de Europese politici en met name dus de politici in de hoofdsteden, Brussel valt nog wel mee, maar het probleem zit in de hoofdsteden, zijn gewoon nalatig. Ja. Ja, waar komt dat door? Kijk, waar we bang voor zijn is dat Trump gaat een deal maken. Hè? Het is ook zo dat in Oekraïne mensen zijn heel erg oorlogsmoe. Als er daar een deal komt, dan zie je zowel in Parijs als in Berlijn dat ze er gretig op springen. Ja. En dus al die mensen die steeds zeiden van unwavering support, wij steunen Zelensky, willen heel graag een deal. En dan is het probleem natuurlijk, de deal op zich is wel goed, want dan is er geen gevecht meer. Maar dan gaat Poetin door. Dan moeten er dus veiligheidsgaranties komen. En het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. Jullie zijn er wel zeker van. Maar de vraag was volgens mij, hoe komt dit? Ja, het komt door decadentie. Het komt door de struisvogelpolitiek. We hopen gewoon. In 2014 dachten we bij de Krim, nou dan blijft het bij de Krim. En dan, we hopen steeds dat het goed afloopt. Maar het loopt niet goed. Maar zijn we allemaal Chamberlains of zo? Ja, dat is wel. Het is een beetje op neer. Ja, het is een soort verweking. En dat heeft te maken met het feit dat wij. Het heeft te maken met het enorme succes van de Europese Unie als vredesproject. Ja. Wij denken namelijk dat veiligheid en welvaart zijn als water uit de kraan. En dat is natuurlijk niet zo. Maar dan hebben we dus politici nodig die met de vuist op tafel durven te slaan en krachtiger overkomen dan de huidige. Ja, misschien is Trump wat dat betreft wel een zegen voor Europa. Oké, dat we eindelijk wakker worden. Het moet eerst erger worden voordat we wat gaan doen. Maar jullie zijn er wel zo redelijk van overtuigd dat hij ons loslaat, als ik het zo hoor. Nou ja, dat zou ook een zegen kunnen zijn in die zin dat dan de veiligheidssituatie verder verslechtert. En als je dan nog niet doorhebt, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Nu begrijp ik wel een beetje dat jullie die ondergang aan het omarmen zijn. Ja, ja. Even voor mijn plaatje. Met wat voor gevoel wil je dat de mensen de zaal verlaten? Nou, dat valt best wel mee. Ten eerste zijn wij geen aarsomberaars. We brengen een hele een ernstige boodschap. Jullie zijn opgewekte jongens. Maar we zijn wel opgewekt en we maken ook grappen. Ook. En bovendien weet je, het is mensenwerk. Je kunt er ook wat aan doen. Ja. En dat begint. Je kunt er wat aan doen. Je zegt al dat er tientallen jaren niks aan gedaan wordt. Dat schiet niet echt op natuurlijk. Nou ja, het is misschien wel handig dat je gewoon begrijpt wat er aan de hand is. En dan denk ik dat, laten we zeggen, de mensen die naar ons programma luisteren, die naar onze theatershow komen, die begrijpen in ieder geval wat er aan de hand is. En daar begint het gewoon mee. Je zit toch de verkeerde mensen te luisteren op. Want de mensen die het toe doen, die zouden ook eens moeten gaan luisteren. Ja, die luisteren ook wel. En die zeggen dan ook weer, Rob, ik wil wel. Maar wij kunnen niet. Slapjanus allemaal, hoor ik wel. Het is slapjanus rijden. Ja, slapjanussen. Jan Salige. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wel het geval. Hè. Dat stamt uit de 19e eeuw. Van een soort verweking van de maatschappij.
En niet meer willen strijden voor wat je hebt en wat, je, wat het waard is om te beschermen. Maar komt er een ommekeer daarin dan? Ja, natuurlijk. Ja? De wal keert het schip. Alleen ik zou het zo fijn vinden... Ik kijk onafgebroken naar Arend Jan aan, maar... Ja, ik ga gewoon door, joh. Maar het zou fijn zijn als de wal het schip niet keerde... maar dat mensen gewoon bij zinnen kwamen en van tevoren wat deden. Nou, sorry Arend Jan. Maar Arend Jan, hoe sterk zijn die Russen dan? Nou, kijk, op zichzelf genomen... Als ze nu al Noord-Koreanen in moeten zetten... die nog nooit iets hebben gedaan met een geweer. Nou, dat is een gelaagd verhaal. Hè? Uit de laatste rapporten blijkt dus dat ze medio volgend jaar... hebben ze een groot probleem. De inflatie is heel hoog. Ze hebben een tekort aan mensen. Ze besteden bijna de helft van hun budget aan defensie. Dat kan je niet lang volhouden. Maar Oekraïne heeft nog grotere problemen. Dus de timing wordt hier heel belangrijk. Hè? Ja. Eigenlijk medio volgend jaar, dan heeft Poetin er belang bij... om te gaan onderhandelen, omdat hij zelf grote problemen heeft. Maar Tommy Wieringa, schrijver die NS Publiekswijf... voor de vijfde keer niet gewonnen heeft trouwens, die zei... Ja, geweldig. Als ze de juiste wapens zouden krijgen, die Oekraïne... zijn ze veel slagvaardiger, veel scherper dan die. Ja, maar ik denk dat Tommy Wieringa... ik vind het een fantastische auteur, een ontzettend aardige kerel. Ja. Maar het is geen militair expert. Okay. En dat moet je toch wel zijn op dit gebied. Ja, schoenmaker blijft bij je leest. Ja, dat is fijn. Wel het, dat is vaak wel handig, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, ik heb programma's waar dat minder aan wordt gegeven. Maar dan kijk je toch een heleboel... Er zijn ook vaak wel programma's waar ik niet wil zitten. Maar goed. Nee, maar zelfs niet als je goed betaalt, dat heb ik inmiddels begrepen. Ja. Maar kijk, er is een, het probleem is eigenlijk heel simpel. Dat weten we eigenlijk al 2 jaar. En dat is, Oekraïne moet de kwantiteit compenseren met kwaliteit. Ja. De kwantiteit van Rusland. Dat betekent dat ze dat zelf niet kunnen. Dan moeten ze verlaten op... Europa, maar die kan het ook niet. Dan moet je kijken naar Amerika. Die kan het wel, maar die doet het niet. Dus waar eindig je dan? Je krijgt de spullen niet. Dus je kan wel makkelijk zeggen van, het moet er komen. Maar misschien kan dat gewoon wel niet. Oké, dat is de conclusie. Heren, bedankt voor deze opwekkende woorden op deze duistere vrijdagmiddag. Zeker. Ja. Dankjewel.